zit hier samen met Marcus Verkerk op deze Bakkum tijdens Biesterbos Open 2011. Er is net een demonstratiewedstrijd gespeeld en dit was niet de eerste keer dat Martin hier was. Want in 95 heeft hij meegedaan in het toernooi. Wat zijn je herinneringen aan het toernooi? Nou, het was altijd een goed georganiseerd toernooi en een hele sterke jeugd in de wereld kwam hier naartoe. Dus het is goed voor het Nederlands tennis ook om dat soort toernooien te houden. Die zijn er te weinig. Dus ik ben blij dat dit toernooi al heel lang bestaat. En het heeft mij natuurlijk ook erg geholpen in mijn tenniscarrière. Ja, want je had met als hoogtepunt je finale op Roland Garros. Inmiddels ben je proftennisser af. Hoe vul je op dit moment je tijd eigenlijk in? Nou, ik geef wat lessen, ik geef wat tennisclinics. Ik doe ook nog wat dingen met bedrijven, dus ik blijf wel bezig. Het is niet meer zo druk als vroeger, maar ik ben wel bezig nog in de tennis. Ja, dat konden we net ook zien. Je hebt goed gespeeld en de slagen die zitten er nog wel op als je even aanzet. Wat zie je zo'n verschil met de jeugdtoernooien van nu? Want je zal wel eens langskomen of hier en daar nog wat zien. En van toen jij ze speelde? Ja, het niveau is wel iets omhoog gegaan natuurlijk, omdat het is altijd in die jaren zo. Voor de rest moet het Nederlands tennis wel weer omhoog. En je merkt toch dat de generatie, nu dan met Timo en Robin Hazen, wel twee goede hebben. Maar er moet eigenlijk meer komen. Dus het is belangrijk dat er veel van dit soort toernooien zijn, een goede begeleiding is. En dat we hopen dat het Nederlands tennis omhoog gaat. Ja, we hebben dan nu nog bij het proftennis hebben we Robin Hazen inderdaad, die het goed doet. Thomas Gorel en Timo de Bakker. Dames zijn wat minder. Kim Arantxa Rus, die doet het goed. Kan nog niet helemaal de stempel zetten. Maar wat voor advies zou jij bijvoorbeeld geven aan iemand als Timo de Bakker, die op dit moment een beetje met zichzelf in de knoop zit? Ja, die moet een goed begeleidingsteam om zich heen gaan bouwen. En dat is nog te wisselend, te rommelig. En ik denk als hij de juiste mensen om zich heen neemt, dat het weer helemaal goed met hem komt. Oké. Nou ja, tot slot. Tot slot. We moeten er even een eind aan breien. Ben je nog van plan om te komen kijken in het toernooi? Of heb je nog andere plannen deze week? Nee, deze week ben ik vrij druk, dus ik kom niet langs. Ik heb wel even op het schema gekeken en ik weet wie er meedoen. Maar deze week niet en misschien volgend jaar. En doen er nog pupillen van je mee? Nee, helemaal niemand. Martin, hartstikke bedankt en geniet nog van een mooie avond.